Over deze botten gaat het. Ze zijn een paar weken geleden gevonden in Brussel, zo'n 9 meter onder de grond. Dat gebeurde tijdens grote werken aan een nieuwe metrolijn. De botten komen uit de prehistorie en ze zijn zeker 12.000 jaar oud. Bij de graafwerken zijn botten gevonden van een reuzenhert, een wild paard en de meest opvallende botten zijn deze, want die komen van een wolharige mammoet. Dat is een olifantensoort die hier duizenden jaren geleden leefde, tijdens de ijstijd. Omdat het hier toen heel koud was, hadden de dieren veel haar. Ze konden 4 meter groot worden en hadden grote slagtanden. Zo'n 10.000 jaar geleden is de soort uitgestorven. Het is niet de eerste keer dat er in ons land botten van een mammoet gevonden worden, maar het blijft wel bijzonder. De botten zullen nu verder onderzocht worden en de onderzoekers hopen ze ooit in een museum te tonen. Hey, merci om deze video te kijken. En ik denk dat je deze ook wel leuk gaat vinden. Vergeet niet te liken en abonneren, hè.